Dit is college 5. In dit college gaan we praten over het zelf. En dat is een thema wat zeker wel een heel college verdient. Want we hebben er echt heel veel mee te maken met onszelf. De hele dag door, elke dag weer. En ja, we vinden het ook heel erg belangrijk. We zijn eigenlijk allemaal wel een beetje geobsedeerd met onszelf. Dus als je dat herkent, dan ja, maak je niet ongerust. Dat hebben we allemaal een beetje. Dat is ook een beetje hoe ons brein werkt. In college 3 hebben we gezien hoe kennis in ons brein is gestructureerd. Dat we verschillende schema's hebben. En het zelf is een van die schema's die chronisch geactiveerd is. Dus we zijn eigenlijk altijd bezig met onszelf. En dat heeft verschillende best wel interessante psychologische gevolgen. Bijvoorbeeld het zelfreferentie-effect. En dat betekent dat wij informatie die gaat over onszelf heel erg efficiënt verwerken en ook heel goed onthouden. Dus alles wat je een keer hebt gehoord over jezelf, daar hebben we een heel uitstekend geheugen voor. Zelfs als je geheugen in het algemeen helemaal niet zo goed is. Het tweede psychologische effect wat dit heel mooi illustreert, is het cocktail party effect. Eigenlijk een heel leuk effect, alleen de naam alleen al is heel erg leuk en het is ook heel herkenbaar. Het cocktail party effect gaat over het psychologische fenomeen dat jij staat te praten, bijvoorbeeld op een feestje. En je hebt een gesprek met jouw eigen groepje, ja, je zit er lekker in, je bent aan het luisteren, aan het reageren, je hebt een leuk gesprek. En er staat ook een groepje mensen naast jou te praten, daar let je helemaal niet op, je weet niet waar ze het over hebben, maakt je ook niet uit. Maar dan ineens hoor jij in dat andere groepje dat iemand jouw naam zegt. We allemaal wel eens meegemaakt, toch? En als dat gebeurt, dan draai je meteen je hoofd om en je bent meteen afgeleid. Je bent uit het gesprek, je kan ook niet meer opletten. En je probeert zeg maar die informatie over jezelf, waarom iemand jouw naam noemt, dat probeer je op te vangen. Dus dat noemen we het cocktail party effect. Precies vanwege deze hele herkenbare situatie. En het wil dus zeggen dat een fenomeen dat optreedt wanneer je belangrijke woorden opmerkt die voortkomen uit onbeheerde stimuli. Dus iets waar je eigenlijk helemaal niet op aan het letten was, maar ineens wordt jouw aandacht toch gegrepen. Bijvoorbeeld het horen van je eigen naam in een ander gesprek tijdens een cocktailfeestje. Dus we zijn allemaal heel erg veel met onszelf bezig en op zoek naar informatie over onszelf. En ten onrechte denken wij dat andere mensen ook heel erg veel met ons bezig zijn. En dat ze ook heel erg gefascineerd zijn met ons en altijd heel erg op ons letten. En dat hebben we vooral op het moment dat wij ons eigenlijk helemaal niet zo gelukkig voelen met hoe wij er bijvoorbeeld uitzien. Als je een bad hair day hebt bijvoorbeeld, of je hebt een puist of een koortslip, dan voel je je waarschijnlijk heel erg zelfbewust en heel onprettig. En je denkt, oh, iedereen kijkt naar mij. En dit noemen we het spotlight effect. Dus vooral als jij je eigenlijk een beetje ongemakkelijk voelt en niet zo lekker voelt over hoe je eruit ziet, dan heb jij het idee dat er een spotlight op jou staat. Dat iedereen op jou let. Maar dat is helemaal niet zo. Want mensen letten helemaal niet op jou. En als je een koortslip hebt of je haar zit niet zo leuk vandaag, dan kan het zijn dat sommige mensen dat misschien een beetje ongemerkt waarnemen. Maar daar geen oordeel over vellen. Of in ieder geval veel minder dan je denkt. Want andere mensen letten namelijk ook vooral op zichzelf. Ze letten veel minder op jou dan je denkt. Dus als de volgende keer als jij heel erg zelfbewust voelt, dan kan je dat goed onthouden. En dan ben je misschien wat meer gerustgesteld. Oké, we zijn dus heel erg veel met onszelf bezig en we stellen ons dan ook vaak de vraag, ja, wie ben ik? Wie ben ik als ik dan naar mezelf kijk in de spiegel, wat vind ik dan van mezelf? Nou, die grote vraag, wie ben je, wie ben ik, wordt gevat in ons zelfconcept. En zelfconcept is eigenlijk de algemene set met overtuigingen, eigenlijk aannames over wie jij bent en welke eigenschappen jij hebt. Met andere woorden, de kennis die je hebt over jezelf. Stel je voor, ik stel jou de vraag, wie ben jij? Beschrijf jezelf eens aan mij. Nou, dan kan het zijn dat jij mij zo'n soort antwoord geeft. Je kan zeggen, nou, ik ben best wel slim. Dat geldt voor allemaal bij jullie, want jullie kijken nu naar dit college. En je bent een universitair student, dus je bent slim. Zo kan je jezelf mooi omschrijven. Misschien zie je jezelf ook als iemand die zorgzaam is, die eerlijk is, maar misschien ook wel een beetje lui. Dus als je jezelf op die manier aan mij beschrijft, krijg ik een beeld van wie jij bent, welke kwaliteiten je hebt. Maar je kan die vraag ook op een hele andere manier beantwoorden. Je zou ook kunnen zeggen, nou, als ik aan jou vraag, wie ben jij? Nou, ik ben de dochter van mijn ouders. Ik hoor bij die en die familie. Ik ben ook een vriendin van dit groepje vriendinnen. Ik zit op schaatsen, dus ik ben een schaatser. En ik ben ook een student. Dat is een hele andere heel ander antwoord op precies dezelfde vraag. En het is ook een valide antwoord. Het is ook een onderdeel van wie jij bent. En het feit dat je die vraag op zoveel verschillende manieren kan benaderen en kan beantwoorden, zegt dus iets over dat er verschillende versies zijn van jezelf. Verschillende identiteiten.
Je hebt je persoonlijke identiteit. En dat is eigenlijk hoe jij denkt over jouzelf. Je eigen unieke kwaliteiten. De dingen die jij goed kan of die je juist minder goed kan. Maar je hebt ook een relationele identiteit. En dat is hoe jij denkt over jezelf in relatie tot anderen. Dus als jij bijvoorbeeld in jullie gezin, misschien ben je wel het zwarte schaap van de familie en zie je jezelf ook zo. Of misschien ben jij altijd de grappenmaker, de gangmaker bij je vrienden en zie je jezelf op die manier. Dus hoe verhoud je jezelf tot anderen en welke identiteit heb jij dan als jij jezelf ziet in verhouding tot de mensen die het meest dicht bij je staan? Tot slot heb je ook nog je sociale identiteit. Dat wil zeggen hoe jij over jezelf denkt in, als lid van bepaalde groepen. Dus bijvoorbeeld als lid van een bepaalde sportvereniging of als student van een bepaalde universiteit. En die sociale identiteit heeft ook heel erg veel gevolgen voor groepsgedrag. En hier komen we uitgebreid op terug in college 13. Maar ik wil het hier alvast benoemen omdat het ook, ja, hoe wij ons zien als groepslid, dat hoort ook echt bij ons eigen zelfconcept, dus hoe wij onszelf zien. Nou, die verschillende identiteiten zijn niet voor ons allemaal even belangrijk. Cultuur is hierbij heel erg van belang. Dus mensen verschillen in hun opvattingen over wie ze zijn. En dat heeft te maken met waar zij geboren worden. De cultuur waarin jij geboren wordt. Breed gezien zijn er twee verschillende culturen. Je hebt individualistische culturen en collectivistische culturen. Heb je vast wel eens van gehoord. En mensen in een individualistische cultuur, die hebben een onafhankelijk zelfbeeld. Die zien eigenlijk hun zelfconcept als min of meer een losstaande eenheid. En de banden die zij ontwikkelen met anderen, die zijn min of meer vrijwillig. Dus daar kan je voor kiezen, ja of nee. Nou, dat is natuurlijk niet helemaal waar, want een familieband, daar kan je niet helemaal voor kiezen. Zo word je gewoon geboren als lid van een bepaalde familie. Maar in individualistische culturen kan je zelfs met familie nog wel een keuze maken om op een gegeven moment afstand te nemen van die familie. En dat is niet eens een hele rare keuze. Dus als dat gebeurt, zit er vaak wel een verhaal achter natuurlijk. Maar dat is wel iets wat je kan kiezen. En dat is anders in een collectivistische cultuur. In een collectivistische cultuur hebben mensen een afhankelijk zelfbeeld. En dat wil zeggen dat ze zichzelf altijd zien in relatie tot anderen. En mensen, als je dus aan mensen in een individualistische cultuur vraagt, wie ben jij? Is er een veel grotere kans dat ze gaan reflecteren op hun persoonlijke identiteit. Terwijl als je diezelfde vraag stelt aan iemand van een collectivistische cultuur met een afhankelijk zelfbeeld, dan zullen ze waarschijnlijk informatie geven over hun sociale identiteit of hun relationele identiteit. En om je een beeld te geven van of waar mensen in de wereld een meer afhankelijk en meer onafhankelijk zelfbeeld hebben, zie je hier een kaartje van de wereld. En die donkerrode gebieden, dat zijn gebieden waar mensen meer een collectivistische cultuur hebben. En daar staat vooral Oost-Azië staat er onbekend om een collectivistische cultuur. Maar je ziet dat ook in gedeeltes van Zuid-Afrika en Zuid-Amerika hebben mensen een meer afhankelijk zelfbeeld, omdat daar een collectivistische cultuur heerst. En in grote gebieden van Europa, Noord-Afrika, daar zijn meer en natuurlijk ook Verenigde Staten en Canada, daar zijn meer onafhankelijke zelfbeelden, want een meer individualistische cultuur. Maar binnen Europa zijn er ook verschillen. En kijk maar eens mee naar dit kaartje. Hier zie jij ook weer de rode gebieden. Dat zijn meer collectivistische culturen. Dus dat is in het zuiden van Europa en in het oosten. Daar hebben mensen ook meer een afhankelijk zelfbeeld. Veel belangrijker dat je lid bent van een bepaalde groep. Terwijl in die blauwe gebieden, en je ziet dat vooral Nederland ook echt donkerblauw, heel erg onafhankelijk zelfbeeld, want een individualistische cultuur. Goed, we hebben dus een idee van wie we zijn. Een antwoord op de vraag, wie ben jij? Maar hoe komen we eigenlijk, hoe ontwikkelen we dit zelfbeeld? Hoe komen we aan ons zelfconcept? Nou, er zijn vier verschillende bronnen hoe wij ons zelfconcept ontwikkelen. De eerste is introspectie, zelfperceptie, sociale vergelijking en tot slot feedback van anderen. En ik zal ze nu alle vier met jullie één voor één doorlopen. De eerste bron van ons zelfconcept is dus introspectie. En introspectie is als het ware het proces waarbij mensen naar binnen kijken en hun eigen gedachten, gevoelens en motieven onderzoeken. Dus je gaat bij jezelf te raden, wie ben ik eigenlijk? Waarom doe ik wat ik doe? Wat vind ik leuk? Hoe reageer ik in bepaalde situaties? Wat vind ik van sommige situaties? En nou, we hebben daar heel veel. Sommige mensen doen het heel vaak. Die gebruiken introspectie heel vaak om bij zichzelf te raden gaan van wie ben ik nou eigenlijk. En anderen doen dat minder vaak of minder bewust. Maar we doen het allemaal wel eens. We gebruiken allemaal wel eens introspectie. En we hebben dan ook vaak heel veel theorieën om ons eigen gedrag te verklaren. En die verklaringen die lijken vaak heel erg logisch.
Maar we hebben het heel vaak bij het verkeerde eind. Dus heel vaak als wij introspectie gebruiken, dan denken wij ons eigen gedrag beter te gaan begrijpen. En dan verzinnen we allemaal oorzaken voor dat gedrag. Maar vaak klopt dat niet helemaal. En heel vaak onderschatten we de rol van de situatie. Kijken we veel meer naar onszelf. En daar gaan we in deze collegereeks nog heel erg veel voorbeelden van zien. Maar voor nu is het vooral belangrijk om te onthouden dat introspectie je niet altijd heel erg helpt om een duidelijk zelfconcept te ontwikkelen. Nou, wat kan je dan wel helpen? Nou, wat wel kan helpen is je eigen gedrag observeren. En een beetje van een afstandje kijken naar hoe gedraag ik mij in bepaalde situaties. Ons eigen gedrag kan ons informatie geven over onze attitudes en onze gevoelens. Nou, laat ik dat illustreren aan de hand van de volgende vraag. Vind jij koken leuk? Sommigen van jullie zullen gelijk meteen een duidelijk antwoord hebben op die vraag. Ja, ik vind koken superleuk. Ik kook elke dag en ik vind het leuk om voor mijn vrienden te koken. En dat komt omdat het iets is waar je al een duidelijk zelfbeeld van hebt. Een duidelijk onderdeel van je zelfconcept. Sommigen van jullie zullen meteen zeggen, oh nee, ik haat koken. Ik heb er echt helemaal niks mee. Dus als het heel duidelijk is, kan je ook meteen antwoord geven. Maar er zullen ook misschien studenten kijken die nu denken, ja, vind ik koken eigenlijk leuk? Ja, ik weet het eigenlijk niet precies. Ik heb een beetje onduidelijk, een beetje ambigu. Ik weet eigenlijk niet, vind ik koken nou wel of niet leuk? Nou, als je antwoord wil geven op die vraag, wat je dan ook kan gebruiken, is zelfperceptie. En zelfperceptie wil zeggen dat je eigenlijk terugdenkt aan situaties waarin je dat gedrag vertoonde. Dus bijvoorbeeld situatie waarin jij gekookt hebt. En bedenkt van, vond ik dat nou leuk? Ging dat goed? Ja of nee? Dus je denkt bijvoorbeeld aan die ene keer dat jij een ei gebak hebt voor jezelf. En dat ei, dat mislukte helemaal. Dat was helemaal verbrand en de hele keuken stond blauw en het was ook helemaal niet lekker. En je denkt, oh nee, ik kon het helemaal niet goed. En ik vond er eigenlijk ook helemaal niks aan. Dus ja, nee, ik vind het niet leuk. Dus als jij zelfperceptie gebruikt, denk jij terug aan situaties waarin je bepaald gedrag hebt vertoond. En je neemt jezelf waar in die situaties. En aan de hand daarvan ontwikkel jij een antwoord op de vraag, wie ben jij en waar ben je goed in? Vind je koken nou wel of niet leuk? Nou, je kijkt naar je eigen gedrag en je geeft het antwoord, zelfperceptie. Nou, tot nu toe hebben we het gehad over eigenlijk interne processen, introspectie, zelfperceptie, echt dingen die je zelf kan doen. Maar anderen spelen ook een hele grote rol in de ontwikkeling van ons zelfconcept. Bijvoorbeeld door sociale vergelijking. Wij vergelijken onszelf eigenlijk altijd onwillekeurig met anderen in onze omgeving. Is niet altijd leuk, maar we doen het heel vaak wel. En dat kunnen we op twee verschillende manieren doen. We kunnen opwaartse vergelijking gebruiken of neerwaartse sociale vergelijking. Nou, dat zal ik illustreren aan de hand van een voorbeeldje. Stel je voor, ik vraag aan jou van, ben je eigenlijk iemand die sportief is? Nou, dan kan jij zelfperceptie gebruiken of je hebt of introspectie, maar je kan jezelf ook gaan vergelijken met anderen. Ben ik sportief? Ben ik bijvoorbeeld fit? Ben ik getraind? Nou, je kan dan opwaartse sociale vergelijking gebruiken en je bijvoorbeeld vergelijken met iemand die duidelijk vrij fit is. En je kijkt naar deze persoon, dan is waarschijnlijk de antwoord op de vraag, ben jij zelf sportief en fit? Is een beetje, nou nee, in vergelijking met deze persoon niet. En stel je nou voor fit zijn en gezond zijn en afgetraind lichaam hebben is heel erg belangrijk voor jou. Dan kan deze sociale vergelijking, zo'n opwaartse sociale vergelijking, kan best onprettig zijn. Want het is niet zo goed voor jouw zelfvertrouwen als je jezelf vergelijkt met iemand die er zo uitziet. Maar het kan wel motiverend werken. Dus als je jezelf vergelijkt met iemand die het eigenlijk al heel erg goed in dat domein, heel erg goed doet in dat domein, ja, dan kan je dat motiveren om dat ook te bereiken. Maar het is wel belangrijke kanttekening hierbij. Het moet wel een haalbaar doel zijn. Dus voor sommigen van jullie is dit misschien een haalbaar doel, als dat zo is. Nou oké, respect. Maar voor heel veel van ons is dat geen haalbaar doel, of misschien helemaal niet eens een wenselijk doel. En als je dan vergelijkt met iemand die zeg maar zo'n hoog niveau heeft op dat domein, ja, dan kan dat ook demotiverend werken. En kan er ook zijn ervoor zorgen dat jij niet eens probeert om naar de gym te gaan. Want je denkt, ja, dit kan ik toch nooit bereiken. Dus het moet een beetje realistisch zijn, zo'n opwaartse vergelijking, om jou te motiveren. Nou, je kan dus ook een ander soort vergelijking gebruiken, een neerwaartse vergelijking. En je kan jezelf dus vergelijken met iemand die helemaal nooit sport, die niet fit is, die heerlijk lekker zijn beste leven leeft, hier op de bank met een zak chips en lekker zeppen. En als je vergelijkt met deze man die je hier ziet, dan kan je misschien best wel fit voelen. Dan denk je, nou, in vergelijking met deze man ben ik eigenlijk best wel fit. En zo'n neerwaartse sociale vergelijking voelt lekker, want het is goed voor ons zelfvertrouwen, geeft ons een goed idee over wie we zijn. Maar het motiveert ons vaak niet. Dus heel vaak denken we van, nou, weet je, ik ben toch al beter dan deze persoon. Dus nou, het gaat eigenlijk best wel. Ik kan eigenlijk ook wel even op de bank gaan liggen. Dus het kan voordelen hebben om een opwaartse sociale vergelijking te gebruiken.
Nou, de laatste bron van de ontwikkeling van ons zelfconcept is feedback van anderen. We gebruiken feedback van anderen ook om een beeld te krijgen van bijvoorbeeld waar we goed in zijn. En heel direct is dat bijvoorbeeld door succes en falen. Als jij meedoet met een wedstrijd en je wordt eerste, nou, dan ben je blijkbaar heel erg goed hierin. Dus je krijgt duidelijke feedback, je krijgt een prijs, een medaille. Je wordt echt beloond voor het feit dat je hier heel goed in bent. Als je laatste bent, geeft je dat ook informatie over waar je goed in bent en waar je niet goed in bent. En soms is het niet dat je daadwerkelijk een medaille krijgt. Maar je ziet jezelf als het ware door de ogen van anderen en je ziet dat die andere mensen iets van jou vinden. Bijvoorbeeld je geeft een presentatie voor je collega's. En dat, je kijkt naar de andere mensen, je kijkt naar de reactie van andere mensen. En andere mensen kijken echt heel erg blij en trots. En die presentatie is afgelopen en iedereen applaudisseert en komt naar je toe en zegt wow, dat heb je echt super goed gedaan. Dan kijk je als het ware naar jezelf door de ogen van anderen. Wat vinden ze van mij? En als je ziet dat andere mensen vinden dat je ergens heel goed in bent, dan leer je ook over jezelf. Dan denk je, oh, blijkbaar kan ik goed presenteren. Oh, leuk. Leuk om dat te merken. Of als je ziet dat mensen allemaal afhaken en helemaal niet opletten. Of denken, nou, of op de tijd wijzen. Dan denk je, oh, dit gaat nog niet helemaal lekker. Dus de reacties van anderen zijn ook belangrijk bij het ontwikkelen van ons zelfconcept. En kunnen ons ook motiveren. Maar het is wel belangrijk dat feedback van anderen, dat kan ook eigenlijk een negatief effect hebben, een onwenselijk effect hebben. En dat is mooi geïllustreerd in het voorbeeldje wat ik jullie gaf in college 2. In college 2 vroeg ik jullie om de uitkomst te voorspellen van de volgende situatie. Stel je voor, een jongen, Taro, 9 jaar, toevallig mijn zoon, speelt op zijn kamer. Zijn kamer is rommelig en hij besluit tot zijn eigen verbazing om op te gaan ruimen. Een initiatief wat hij nog nooit heeft genomen in zijn leven, maar ineens besluit hij om op te ruimen. En tot zijn eigen verbazing heeft hij daar best wel plezier in. Hij vindt het eigenlijk leuk. Dan komt op een gegeven moment zijn moeder de kamer binnen. Tot nu toe is het allemaal daadwerkelijk gebeurd. Taro ging ineens zijn kamer opruimen, nooit gedaan. En ik kwam de kamer binnen, maar het volgende is niet gebeurd. Maar oké, lees even mee. Zijn moeder besluit hem te belonen met €5. Denk jij dat Taro het opruimen van zijn kamer na deze betaling minder leuk zal vinden, even leuk of leuker? Nou, logischerwijze zou je kunnen voorspellen, nou, hij vindt zijn kamer opruimen, vond hij ineens ook al leuk. En hij kreeg ook nog €5, dus hij vond het zeker nog leuker. Best logisch, toch? Maar mensen zijn niet logisch. Dus dat moet je meteen vergeten. Mensen zijn best wel ingewikkeld en soms paradoxaal. Want deze betaling, een betaling van €5, voor iets wat Taro zelf al leuk vond, heeft een paradoxaal negatief effect. En dat heeft te maken met onze motivatie. We zijn breed gezien twee verschillende motivaties die mensen kunnen hebben om gedrag te vertonen. Je kan intrinsiek gemotiveerd zijn en dat wil zeggen dat jij iets wil gaan doen, een bepaalde activiteit wil uitvoeren, omdat je dat gewoon zelf leuk of interessant vindt. In dit geval van Taro was dat opvallend genoeg zo. Dus hij vond het opruimen van zijn kamer ineens best wel leuk en hij had er plezier in. Dus hij was intrinsiek gemotiveerd om dat te doen. En die intrinsieke motivatie die zorgt ervoor dat je dat eigenlijk uit jezelf wel blijft doen. Want ja, als je iets leuk vindt, dan wil je het vaker doen. De tweede manier van een motivatie is extrinsieke motivatie. Dat wil zeggen dat jij iets gaat doen, een bepaalde activiteit gaat doen, omdat jij daarna een beloning krijgt of omdat er druk op je wordt uitgeoefend. Dus bijvoorbeeld als ik Taro had gedwongen om zijn kamer op te ruimen, omdat als hij zijn kamer niet had opgeruimd, dan mocht hij ook niet gamen. Stel je voor, ik had dat gebruikt, dan had hij een extrinsieke motivatie om zijn kamer op te ruimen, omdat hij nou eenmaal graag wil gamen. Dus die verschillende motivaties die mensen hebben, die zijn belangrijk. En als mensen intrinsiek gemotiveerd zijn, dan moet je ze gewoon met rust laten. En als je dat niet doet en je gebruikt een motivatie, dus je gaat nog een extrinsieke motivatie overheen gooien. Dus Taro was al intrinsiek gemotiveerd, maar ik geef hem ook nog eens €5. Dan noemen we dat het overrechtvaardigingseffect. Een hele mond vol. Maar ik geef hem dus nog meer een externe motivatie, €5, iets externs, terwijl die al heel erg gemotiveerd was. En als je dat doet, dan kan je mensen eigenlijk demotiveren om iets nog uit zichzelf te doen. Dus interessant genoeg zal Taro misschien later zijn kamer opnieuw wel willen opruimen, maar dan alleen als hij ook opnieuw €5 krijgt. En hij zal het waarschijnlijk niet meer nog een keer vrijwillig doen. Dus omdat hij nou eenmaal al die motivatie, zijn motivatie is eigenlijk van intrinsiek, extrinsiek geworden. Omdat ik hem betaald heb. Oké, tot zover het verhaal over zelfconcept en hoe wij een beeld krijgen van wie wij zijn.